als we de geest gaan krenken, als we de geest gaan pijnigen, en als we zielen kunnen gaan kwetsen, dan krijgen we wonden. Hè? Dan krijgen we pijn en dan moeten wij het ons midden weg doen. Gewoon onze harten open op het altaar leggen. Hè? Hier is mijn open hart. En dan komt er ruimte en er komt er vrijheid. En dan kunnen we die plaats gaan betreden waar Ellen het vanmorgen over had. Die plaats die ons bereid heeft. Een heilige plaats. Een plaats waar kracht en heerlijkheid gezien wordt op deze aarde. Daar gaan ze uiteindelijk om. Dat we een zegen zullen zijn voor hen die buiten zijn geweest. En er zijn mensen die gebukt gaan onder ellende en die verlossing nodig hebben. Door heiliging en door eenheid en door huwelijken. Hè? Het huwelijk van Yeshua met zijn bruid. Dat geeft dat we kracht ontvangen om mensen vrij te zetten van hun onderdrukkers, van hun demonen die hen echt slaven en pijn doen en vernietigen en hun lichaam kapot maken. Dat is wat. En het gaat er niet om of iemand ooit dit gezegd heeft of ooit een bedoeling. Het gaat erom dat een weerhouder een deel van het lichaam kan weerhouden om vrij te zijn. Dat kan ik niet verdragen. Dat wil ik ook niet verdragen. En ik geloof dat we elkaar daarin nodig hebben. Heer, alleen maar te smeken. Kom met uw heil. Kom met verlossing. Kom met een open vizier, dat er gewoon bevrijding komt. Dat is wat we, daarvoor zijn we gesteld. Gesteld om gevangenen vrijlating te voorkomen. Om de dag des Heren te verkondigen. Om genezing te brengen. Om doden te doen opstaan. We zijn niet hier bij elkaar om elkaar te verbijten en te vereten. En je eigen recht te halen of wat dan ook, of je lekker te verlekkeren in een lekkere rustperiode. We zijn hier bij elkaar om de wereld te tonen dat Yeshua leeft. Maar zo'n groepje, het is al uniek dat dit groepje mag bestaan onder de genade van ons. Het is gewoon een genade. Dat die kracht, dat kleine stukje aarde daar is. Daar moeten we zo ongelooflijk voorzichtig mee omgaan. Want de duisternis is er echt op uit om het te roven en om het uit elkaar te slaan. Wat hij van de week gezegd, Marie, laat geen gat vallen. Het gaat erom dat we het zien en dat we besluit hebben genomen in onze harten om dat deel van het lichaam te zijn wat vol van kracht is. God geeft iets waar wij verantwoording voor krijgen. En als je daar trouw in bent, dan wil God toevoegen. Maar als je toch ontrouw blijft, moeten we dan een ontrouwe slaaf genoemd worden? Hè? Als God iets geeft om te doen, laten we het inlossen. Laten we het doen, laten we het niet opgeven. Hoe moeilijk dat het soms ook is. Laat ons gebed uitgaan naar het lichaam, naar de verlossing daarvan. En dat zijn er gewoon veel meer. Maar laten we het met elkaar doen. En niet op een eilandje van ik doe het voor die en ik doe het. Maar laten we de geest ook werkelijk ons overtuigen. Hè? Wat belangrijk is om los te maken. Om te bevrijden. Om te verlossen. Verlos. Laten we opstaan. Laten we het in praktijk. Laten we het echt in praktijk gaan brengen. En God gaat ons, als we echt gaan doorvorsen, dan weet ik dat God een plaats gaat geven. Een plaats. Een plaats die heilig is. En het doet er niet toe welke grond dat is. Het doet er toe of we die ruimte hebben. Die goddelijke ruimte krijgen. Dat is belangrijk. Dat we een geestelijk huis bewonen. Dat we dat samen hebben. Geen enkele inmenging meer kan zijn, dat Ellen zegt, dan kikken ze er gelijk uit. En dan moet je niet tot vlees zien, maar het gaat om geest. Laten we toetreden met een vechtlustig hart. Met een vechtlustig hart.
Om ook dat, als je huis, want zij zegt ook zo mooi, ik moet mijn huis bestieren. He, maar we moeten dat geestelijk huis moeten we bestieren. Dat is niet voor niks. Dat gaat niet zomaar. Daar moeten we met elkaar. Ja, dat is hard werken. Dat is keihard werken. Dat is elkaar vertrouwen. Dat is elkaar liefhebben. Dat is het van elkaar verwachten. Dat is gewoon weten die ander staat daar. Die laat mij niet los. Dat weet, he, dan heb je een huis wat solide is. Die is op een rots gebouwd. He. Want die rots is Yeshua. En je weet de eigenschappen van hem. He, hij was trouw op al zijn wegen, ook al moest hij alleen. Hij bleef trouw. Hij bleef trouw. Weet je aan wie hij trouw was? Aan zichzelf. Aan zijn afkomst. Hij wist dat hij getrouw moest zijn. Want hij kon zichzelf toch niet ontrouw zijn. He, en zo moeten we ons gaan uitstrekken naar die getrouwheid die in hem ons eigendom is. Ons, het is van mij. Moet je beseffen, het is van mij. Dat brengt een grote verantwoording mee voor ons. En als we weg gaan lopen, ja, dan zijn we chickens geworden, hè? En die gaan weer een ander tuintje lopen pikken. Dat willen we toch niet. En elkaar pikken. We gaan niet terug naar Babel. We gaan niet terug naar Babel. En Babel is buiten de muren van de Heilige Geest. Buiten de muur, niet in een plaats, maar buiten de muren van de Heilige Geest. Daar is Babel. Daar is ons leven heilig in hem. En ons vlees buiten de lege plaats worden. Hij gaf ook zijn lichaam buiten de lege plaats. Om gekruisigd te worden, om gedood te worden.